Hallo mensen van Mixed Gamers, welkom bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 4 Black Flag. Mijn naam is Niels en ik kan hier niet heen in de huidige herinnering. Dat is kut. De vorige aflevering zat de jager achter me en dan moet je eens kijken, hij zit zo'n beetje achter me. Dat is een probleem, denk ik. Dat denk ik tenminste, dat het een probleem is. Oh mijn god, dit is... Nee, dat gaat niet goed. Ik gooi alvast tonnetjes naar achter. Daar gaat hij vast wel tegenaan varen. Zo dom is hij wel. Kom op, vaar er tegenaan. Als dat gebeurt, jongen, ik ga huilen. Kan hij wel door dat ding? Oh, ik wou zeggen. Gaat hij stilstaan? Ik dacht heel eventjes dat hij daar weer nu om gaat, hij gaat omvaren, of niet? Heks! 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 I call heks. Ik mag daar niet doorheen en hij dan weer wel. Hou je bek, mobiel, ik heb geen vrienden. Ik weet echt niet of jullie dat waren, maar. Oh wow. Ik vind echt. Ik ben waarschijnlijk niet de enige die dit zegt, maar ik vind die liedjes en SS kritisch dat je hier gewoon zo zingen. Dat vind ik best wel tof eigenlijk. Ik vind het best wel tof dat ze dat hebben toegevoegd. En je kunt ze zeg maar sparen. En dan heb je steeds weer een nieuw liedje. En zolang ze maar niet als copyright wordt aangezien. Vind ik ze hartstikke tof. Oh, nu staan we in één keer. Ja, oké. Okay. Nou, kom op. Laat! Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square-rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay! Het is maar goed dat niemand hier thuis is. Never was the King's Council so unified. Niels, waarom ben je zo debiel? Ik heb geen idee. Oh jongens, toch. Waarom moest ik daar zo hard om lachen? Oh jezus. Nou, laten we maar de bestorming van Bastogne gaan doen. Nu zouden mensen wel denken, Niels, what the fuck? Bastogne is toch een koekje, ja. Er was ooit een verhaal waar het over de bestorming van Bastille. Daar krijg je nog wel een derde klas geschiedenis of zo. Wat was het? Tweede klas geschiedenis, ik weet niet. Een van de twee. Tweede klas volgens mij. De bestorming van Bastille. Iets van de Franse revolutie en zo. Krijg je allemaal nog wel, jongens? Ik ga er niet verder over zeuren. In ieder geval, wij noemden dat niet de bestorming van Bastille, maar de bestorming van Bastogne. Ja, die en ik. Grappig, hè? Ja? Nee. Oh, jammer. Er zit wel hier wel een artefact. Een artefact. Oftewel een voorwerp, volgens mij het Engels boek de laatste tijd. Ik kreeg laatst een Engels proefwerk en er stond de artefact voorwerp. Dus ja, hier hebben we een nieuw artefact. Ja hoor. Oh, en dit is een anusfragment, dat is waar ook. Sorry. Sorry artefact, dat ik je naam vies aan heb gedaan. Oh, hoe zeg je dat? Ik heb geen idee. Ik snap wat ik mijn hoofd pak bedoel. Slecht aan heb gedaan. Kijk, ik vind dit tof. Dit is echt Assassin's Creed waar ik het leukst vind. Een beetje klimmen en klauteren en dat er gebeurt er zo af en toe een keer wat. En dan denk je, oh mijn god. En dan, oh ja, het gaat goed en dat is tof. Dat vind ik dan weer tof. Ik weet niet wat jullie dan weer tof vinden, maar ik vind het spel tof. Anders speel ik het niet, hè. Want weet je, het wordt niet bekeken op ons kanaal. En ik blijf er maar gewoon stug mee doorgaan. Dat is echt mijn mentaliteit. Je moet doen wat je leuk vindt. En ja, dat doe ik op het moment wel aardig eigenlijk. Wel aardig, ja, ik vind het wel aardig. Ik weet echt niet meer waar dat van was, maar dat in ieder geval. Oh mijn god! Hey, eventjes een dier. Haks! Oh. Weet je, hoe heet je ook weer? Connor? Die deed altijd zo. Haks! Ik weet niet hoe ik het precies kan uitleggen. In ieder geval, ga er maar vanuit dat hij haks deed. Ik neem eventjes dit mee. En de verborgen messen, want ik zie hier dat iemand hier loopt. En dat wil ik niet. Ik ben er niet, hier. Of ben ik er toch wel? Kom maar. Kom maar. Dit kun je lekker stealth doen, dat vind ik leuk. Hey, meneer. Kent u die grap van die mes in je rug? Hij zat hier in je nek. Wow, Niels had beter een grappendoos of soms, hè. Een grappendoos.
Vind ik ook leuk waard, grappendoos. Oké, hoe kunnen we dat stealth gaan doen? We kunnen via daar, ja, gaan we doen. We pakken ze vanaf boven, jongens. Oh, je kunt er gewoon langs heen, oké, toch? Dan gaan we dat doen, denk ik. Ja, gaan we er gewoon zo langs heen. Nobody sees me. Oké, hij ziet me misschien toch een beetje. Nope! Ik kan hem wel even met de Hidden Blades aan. De Hidden Blades zijn echt heel kut van 1 tegen 1 combat. De Hidden Blades zijn dan echt een afradertje van Niels. Mijn voet doet trouwens nog steeds zeer. Oh ja, daar komt iemand. Oké, ik ga hier wat in zitten. Jongens. Oké, en? Nee. Ja, zo moest dat. Bang! Even reloaden, voor de zekerheid. Ik moet wel ietsjes meer pistolen, denk ik, hebben dan 2. Maar dat is toch veel cooler als er allemaal van die mensen zijn, dan kom je daar bang, 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 en dan is er niemand meer. Dat is toch cool? Dat vind ik wel, tenminste. Heb je niks gehoord, jongeman? Nou, bij deze. Hey, hoe is het met jou dan? Oké. Nou, dan pakken we die Lego aan er meteen ook bij. Je weet maar nooit waar ze handig voor zijn. Dus ja, dan laat ik ze maar even gaan vullen. Misschien kan ik er later nog wat geld mee verdienen. Wie weet. Ik krijg wel steeds botten en zo. Dus ja, dat is wel tof. Ik moet eventjes mijn... Die bedoel ik. Mijn Hidden Blade. Hier is het weer een artefact. Dus die wil ik eigenlijk proberen wel te pakken. Ja, je moet wel een beetje blijven, 100%. Nou ja, goed. Laat maar zitten. Laat maar zitten, jongens. Fluiten. Hij komt niet eens. Nou, fuck jou dan. Geen aandacht van je krijgen, moet ik maar zo aandacht van je krijgen. Hond. Ja, dat deed hij heel swaggelicious als je het aan mij gaat. Is nog een manier hoe ik daar boven kan komen? Waarschijnlijk niet, hè. Waarschijnlijk niet. Nou, helaas. Helaas, helaas, Cas. Zoals jou die dat altijd zo mooi zegt. Maar wacht, ik kan er wel komen. Ja hoor, jongens, lekker hoor. We hebben weer een animus fragment. Ik weet nog steeds niet wat ik ermee kan. Maar ja, ik verzamel ze wel. Misschien krijg ik er nog wel iets leuks van. Je weet nooit met Assassin's Creed. Maar ja, ik vind het wel tof. Gewoon een beetje zo af en toe gates verzamelen. Wat kan ik hier... Wow. Oh, wow. Moet je dit zien, jongens. Wow. Die regenboog er zo langs. Het klopt ook gewoon. Want dit is... Die hitte dan. En dan met die... Die zonnestralen die dan zo daar ook komen. Ik zie de zon niet. Maar goed. Zonnestralen die komen dan op het water. En dan worden allemaal leuke kleurtjes. Ja jongens. Dat is een how to be a regenboog voor dummies. Maar het ziet er erg wel weer tof uit. Dat blijf je maar zeggen. Ik moet ze af en toe er heel eventjes bij stil gaan staan. Waar moeten we nu naar het schip toe? Kan ik hier trouwens? Ja, ik kan hier arend zo hoog. Ik weet niet waar ik het aan heb. Maar ik kan het wel. Dat wil ik even weten. Laat ik even hierin gaan. Denk ik. Ik moet daar komen. Tja, laat maar gewoon. Wat? Wat? Waarom zakt hij als een pudding in elkaar? What the fuck? What the fuck is this greed? Net alsof als ik van een trap af klim en ik laat me heel klein stukje vallen, alsof ik dan als een pudding in elkaar zou zakken. Zie je het al voor je, jongens? Ik bedoel, zie het eens voor je. Geef je fantasie eens even de ruimte. En bedenk je eens, als je iemand van de trap af zou lopen en die zakt als een pudding in elkaar, hoe zou je dan kijken? Zou je dan niet raar van opkijken? Ik heb wel namelijk. Maar ja, ik heb weer te rijke fantasie. Daarom heb ik ook beeld vorming gekozen als keuzevak. En waar ik nog steeds niet van begrijp waarom dat ik het heb gedaan, maar ja, weet je, ik heb er geen problemen mee. Hartstikke leuk, joh. Oh, hier zitten heel veel mensen. Dan ga ik een beetje rustig aan doen. Kerel zich even om wil draaien. Thank you, thank you, thank you, sir. You are a great person, if you ask me. Ik heb de keuze nu, hè. Kan ik ze allemaal gaan vermoorden? Maar is dat verstandig? Ik denk het zelf niet, namelijk. Nou, maar gewoon hier door de bosjes heen lopen. Maar als we het een beetje stealth willen doen... Ik kan ze aan, dat is duidelijk. Maar als we het stealth willen doen... Kun je dat denk ik het beste gewoon zo doen. Oh, wacht, die kan ik wel even vermoorden, zo. Nee, hij kan er niet bij, kut. Kutje. Nee, ze zien me. Ik kan niet wel opklimmen snel als ik wil.
Oké, go, 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 go. Move, move! Oké, we hebben het overleefd. Dat ging perfect. Oh, er zit daar één zo'n sniper daar bovenop. Shit. Shit. Die loopt daar bovenop. Oké. Heb ik nog iets van... Ik heb nog één wermis. Die kan ik nu heel erg gaan verneuken. Of heel goed gaan gebruiken. Ik stel voor om hem even te vermoorden. Als het goed is kan het gewoon heel silent zo. Zo. En nu hier ga ik hier weer in mijn bosje zitten. En die andere gast gaat waarschijnlijk zo kijken. Maar dan moet ik eerst hem proberen te killen. Nee, hij ziet me kut. Kut, dit gaat verkeerd. Ja, hij heeft het door. Oké, nu moet ik oppassen wat ik doe. Zo, nice. Munitie erover. Oh, hij heeft een zwaar wapen. Die kan ik oppakken als ik wil. Ik wil eventjes hem, denk ik, druk bij vermoorden. Want hij is heel irritant waarschijnlijk. Hij gaat waarschijnlijk heel irritant doen. Kan ik dat doen zo? Kut. Kutje. Dat wermmessen gooien weet ik nog niet hoe ik dat helemaal wil doen. Maar volgens mij kan ik nu gewoon... Nee, hij wil niet gooien. Kut. Kut. Hoe noemde me vader? Wacht. Geen kut. Vrouwelijk sap. Pff, weet ik veel. Hoe kom ik daar zo bij? Weet ik niet. Ik ga het gewoon met de harde manier denk ik doen. Toch wel. Zo. Zo in de basjes. Zo. En koekoek. Koekoek. Nobody sees me. Niemand geeft ook een... Oh. Hoi meneer, hoe is het met jou? Hé, hey, hond! Oh jee. Doei! Maar waarom ontplofte dat niet? Dit is echt kut vechten, jongens. Fuck jou even. Ik wil eventjes... Ja, zo. Sorry. Verkeerde knopjes ingedrukt. Zo! Dat zag hij niet aankomen. Dat was wel een goede counter van hem. Ja, ja, ja. Laten we maar eventjes onze hele blazen hebben pakken en er gewoon even een beetje doorheen rushen, want anders blijven we hier ook voor altijd. Oh jee, ze hebben me gezien. Wacht, ze zijn waarschijnlijk heel dom. Zo, 1, 2 en boom! En dan gaat George for the motherland! Auw, hond! Fuck jou, ga je zelf maar in je kutbom zitten. Dood. Zo, die is ook weer dood. Jauw. Pakken we ook eventjes en we gaan weer lekker verder. Bereik dat, ja. Komt goed jongeman, eventjes reloaden ondertussen. Want als ik toch aan het rennen ben, weet je, ik ben net een vrouw, ik had twee dingen tegelijk. Oh, maar wij kunnen dat ook wel. Sorry meneer onder ons, meneer. Oh, hier zijn echt wel ietsjes te veel, als jullie mij vragen. Dood Julian de kassen. Ik denk dat ik best gewoon over dit veld kan, denk ik. Toch wel, ja. Toch wel. Die gast, die ziet ook helemaal niks, hè. Dit is echt Assassin's Creed logic weer is. Op het hoogste niveau. Nou, eet hij ops. Ziet niemand. Oh, wat is dit nou? Riet? Suikerriet. Sugar canes. Kom, we gaan zand pakken. Dan gaan we ze verbouwen. Ik had het goed eens in dit bosje, toch? Ja, nice. Ik ben een fugle. Geen zorgen. Jij gaat eventjes mee met Niels. Ik kan wel ondertussen een beetje munitie roven. Zien we toch niet. Klojo's. We zien, er staat daar gewoon eentje. Daar zo. Wat een eikel. Hoe gaan we dit doen? Nou, we gaan gewoon dezelfde weg als hij lopen. Lalalala. Kijk, hij staart me ook gewoon letterlijk aan nu, hè. Wat een klooi, joh. Echt, zouden veel beter andere mensen hiervan kunnen zoeken. Hey. Ja, hey. Hey, goedemorgen, jongen. Hij ziet ook geen kloten, hè. Hij is echt de meest slechte wachter ooit. En daarom laat ik hem leven. Ik ben trouwens nog steeds gezocht. Dat slaat ook nergens. Oh, die gasten ginds.
Die gast, daar ginds ruikt me gewoon. Nou ja, goed, ik loop al eventjes snel door dan in dat geval. Als hij me al gaat ruiken, dan daar ga ik er ook niets meer tegen doen. Ik denk via het water, ja. Dat lijkt me wel een verstandige keuze om via het water te gaan. Kan ik ook via hierboven? Nee, ik ga gewoon via het water. En dan ga ik zo ongezien zwemmen. Plop. En dan zien die gasten me daar niet. Weet je, het is allemaal zo makkelijk, hè, in de theorie. Maar ja, werk het maar eens uit, zeggen ze dan altijd, hè. Werk het maar eens uit. Als het goed is, als we gewoon op deze boot gaan. Oh, yo. Hij kan ook ademhalen, jongen, die gast, niet normaal. Oké, okay, go. Zo! Dat was een flinke trap in je reet, of niet dan? Nou, hier kan ik heel gemakkelijk naar boven, zie ik al wel weer. Het is wel een mooi schip trouwens, ik vind het echt wel een tof schip. Okay, wie van jullie is de lul vandaag? Jij! Dat niemand dat hoort, jongen, het is echt... Hij krijst het uit, die jongeman. Nu moet ik killen, hij? Kun je hem killen? Ik snap het niet. Ga hier omhoog. Ga hier omhoog, jongens. Dan hebben we een beter zicht. Oh, ik denk die hoge piefpaf daar ginds. Ja, ja. Volgens mij heb ik het wel weer door wie ik moet killen. Ja, hij. En dat dacht ik wel. Oké, ik wist niet of jullie me al hadden gezien. Maar ik al wel. Ik spring gewoon recht op hem, denk ik. Als hij even hier wil komen. Hij komt waarschijnlijk toch wel hier. Ja, hij komt hierheen. Oké, nice. Als ik hem kan fixeren, zou het heel mooi zijn. Oké, en pak hem. Fuck jou! Remember the gift you gave me? Well, it answers just fine. Fist of putain! As bold as a musket ball. And still half as sharp. Wat een badass is dat. But I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Bukenyi. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. What's this? His petty larceny, the extent of your ambition. Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on earth, abolished, a free and open world, without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Ja, requiesca ad impace. Zo, die heeft even lekker zitten fappen. The cove is ours! Woo! Missie voltooid, bitches. 1 gek. Geen 2 gekken, maar 1 gek. Vermoord de kassen vanuit de lucht. Nou, ik had niet eens gekeken naar die dingen. Boeit me ook helemaal geen fuck. Maar ik ben gewoon zo pro, jongens. Jullie moeten het gewoon eens een keer toegeven. Nee, stiekem faal ik echt nog steeds keihard in dit spel. Stiekem. Ik huil, jongens. Ik huil nog steeds op mezelf. Hey. Hey. I just saw you were logging out, so I thought I'd stop by and give you something. A little welcome gift. We give awards to our top-notch employees for doing quality work. And they're nice to have since there's no official bonus scheme here. I already have about 11 or so. Oh. Bonjour. Of course. I'll pass it on. Well, looks like Olivier wants to meet with you. It's exciting. Follow me. En dat doen we in de volgende aflevering. Mensen, vond je deze video leuk? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Abonneer, reageer en misschien tot de volgende keer. We hebben 6 berichten. What the fuck. In ieder geval, tot dan. Mensheid, ayo.